hebben net de universiteit teruggenomen, collectief met studenten. En wij openen vandaag de Universiteit van de Toekomst. Wij hebben namelijk gezien dat er weinig beleid is, zowel vanuit Den Haag als vanuit het college van bestuur. Zijn eigenlijk alleen maar bezig met bezuinigen en denken niet na over wat onderwijs eigenlijk betekent en wat voor functie dat heeft ook voor de toekomst van Nederland en van studenten en van de hele samenleving. Dus vandaag openen wij een universiteit die daar wel mee bezig is. Daar ben ik het mee eens. We zijn vanochtend binnengekomen. Nu zijn we bezig om de zalen te openen en onze universiteit klaar te maken. Ja, ze mogen van mij hoor, maar ja, prima. Ik zou van de andere kant van de verspanning staan. Dan hang je zo meteen ook daar. Ik wil mijn vader mee, gooi hem omhoog. Het is net netjes gevraagd, het is een spandoek wat we om de gevel hangen. Daar is verder, daar steken we niet het hele pand in de vinger, dan een spandoek met een tekst op hand. Ik ben Mingus Roef, tweedejaars student sociologie. We hebben deze actie gepland, de Universiteit van de Toekomst, tegen de landelijke onderwijsbezuinigingen en tegen het proces wat al ongeveer 10, 20 jaar plaatsvindt binnen de universiteit. En dat is namelijk het bedrijfsmatige denken. Door de landelijke onderwijsbezuinigingen krijg je een proces dat universiteiten zichzelf steeds meer gaan zien als bedrijven. Ze moeten het natuurlijk bezuinigen. En het schadelijke eraan is dat docenten en medewerkers altijd als eerste de klos zijn. Ik word altijd als eerste weg bezuinigd. Het gevolg daarvan is dat de kwaliteit van onderwijs beneden alle pijl zal dalen in de toekomst. En daarom hebben wij de Universiteit van de Toekomst geopend, zoals je kan zien. Waarin een alternatief wordt geboden, waar kennis wel centraal staat. Kennis in de breedste zin van het woord. Dus niet kennis alleen als economisch product, wat tegenwoordig enorm veel nadruk op ligt. En waar de student en de docent erbij betrokken wordt hoe de inrichting van een universiteit, hoe de inrichting van kennis eruit wordt te zien. Dus vandaar dat wij staan hier. Wij hopen zowel mogelijk studenten te overtuigen en ook goed in te lichten over wat die onderwijsbezuinigingen nou eigenlijk inhouden. Want het is zogenaamd de boete op de lang studeren. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon grove onderwijsbezuiniging in het algemeen. Je weet als je hier naar binnen gaat, dat je helemaal niet werkt. Jij bent ook zo'n hier. Je weet ook wat er goed zit. Ja, dat weet ik. Zeker, het is mijn universiteit hier. Oké, gaat u wel. Als je een verbal moet krijgen. Ah ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nee, maar door zo te staan ben je intimiderend boven op de trap. Nee, maar als je aan de zijkant staat, zegt u bent op eigen titel. Dan kan ik de mensen niet aanspreken. Ik zie hun standpunt ook wel eigenlijk, maar... Ja, het zijn altijd twee kanten van een verhaal. Dat wordt door iedereen in de binnenwereld wordt gezegd dat ze huisvredebreuken plegen. Op papier is dat wel zo. Maar in de praktijk is het natuurlijk niet zo. Ze willen gewoon de Universiteit van de Toekomst dwarsbomen. En dat is heel jammer. Ja, die willen wij gewoon toelaten. Alleen de bewaking die zegt, die houdt ze de deur, die verspert ze toegang. Helaas. Maar goed, we hopen daar beter uit te komen. Ik vind het helemaal goed. Ja, ik ook.
Waarom zo? Nou, omdat ik zelf als langstudeerder na vele jaren de vakken willen volgen, de vakken gevolgd hebben die ik wil volgen, ook waarschijnlijk elk jaar 3000 euro extra moet gaan betalen. En dat stoort me nog niet eens het meest, maar dat de master zou ik zelf wel duurder worden. Dat kan ik gewoon niet betalen, dus dan zou ik nooit gewoon moeten stoppen met studeren. Ja, en ik zou nog een andere master willen doen. Maar als we dat heel veel duizenden euro per jaar gaat kosten, is dat niet mogelijk voor mij. We hebben altijd. Nee, nee. Ja? Ik vind altijd. Het een plezante verrassing, zoals zo vroeg. Nou, we hebben eigenlijk, we stonden er versteld van hoe soepel de actie verliep. De beveiliging die ging vrij snel naar buiten. En de deuren zijn open voor iedereen. Dus het is eigenlijk een raar genoeg een open bezetting. Ja, succesvol. Nee, ook tegen de bezuiniging. Oh ja, dat is wel goed natuurlijk. Ja, zeker. Ja, het gaat anders een beetje over geld kosten allemaal, hè? Als dat wordt doorgevoerd door de regering. Maar nu ik weet waar het voor is, denk ik van, nou, oké. Okay. Je had het wel een beetje kunnen verwachten daar niet van, maar toch als het zo koud is, kun je liever naar binnen. Dames en heren, de Universiteit van de Toekomst gaat zo meteen open. Iedereen is uitgenodigd, docenten, studenten. Het wordt een hele mooie, bijzondere universitaire dag. HIDMA, H-I-D-M-A-D. En we beginnen met wat kunst. We krijgen een optreden. Eerst over hoe de universiteit van de toekomst eruit wordt te zien. Dus de studenten en docenten worden erbij betrokken. We hebben een documentaire zaal, een danszaal, een zaal waar lezingen worden gehouden door onder andere professor Protest. Dus allemaal heel succesvol. College mist. Maar op zich vind ik, als je een punt moet maken tegen de bezuinigingen, dan moet je het ook goed doen. Dus dat is wel positief. Huh? Sowieso tegen bezuinigingen. Dus dat is wel lichtelijk dat ik geen college heb dan vandaag. Aha. Want ik wil wel graag mijn onderwijsklas volgen. Maar van één keertje kan ik dat best hebben. Ik ben niet zo heel geïnteresseerd. Dat valt best mee. We have to unite, and that's the new parliament. As you can see here, also, if we would have more support from the MPs, we would have had so much trouble. But I don't know how to reach them. Actually, just by informing, doing stuff together, doing actions together.